zijn truc zien? Willen jullie je truc zien? Ja. We hebben hier een heel mooi meisje. En die gaan we laten verdwijnen. Nee, toch? Ja. Ja. Oh, nee. Ja. Wat hier, hoor. 1, 2, 3. Ik zie nog iets nieuws. Ik zie er nog een kleine levende pom naast de grote pom staan. Misschien dat die voorop in de Polonaise gaat lopen.
Jongens, jongens, even stil, even stil, even stil. Ik hoor iets. Wat komt er? Wat? Hè? Wacht eens even. Zou die daarin zitten? Nee, zou dat echt zo zijn? Burgemeester, zit u in de pomp? Hoor je me niet? Burgemeester, zit u in de pomp? Ja, die zit erin. Hoe komt u in die pomp? De deur viel dicht. En nu? Oh, er zit een heel groot slot op. Hij kan er niet meer uit. Hij is in het slot gevallen. Ja, ik heb geen sleutel. Ah, dan heb ik het volste vertrouwen. Gaat toch nog goed komen. Graag een beetje opschieten, man, want het begint te betrekken. Past die niet? Ja, het is ook een stevige pomp ook natuurlijk. Kinderen, zou de kinderen ietsje naar achter willen? Zo dadelijk zal ik die deur toch weer niet open. Elske, had hij open nog jouw jas? Prins, nou sta er, ga er toch zo dichtbij. En dan ga je geen sleutel bij te vallen. Ga je toch nog... Ah, gelukkig, de prinses heeft er een. Oh, nou sleutelke. Past die nog? Past ook niet. Nou, hoe moet dat nu? Hoe kan dat nu? Kom! Nee! Ja, dat denk ik! Dat is de grote boer! En de kleine boer was enigste! Welke is het? Chris! Jouw bekend? Oh, mijn proberen! Ik zou zeggen, hoe kan dat nou? Want hier in Duitsland kunnen ze natuurlijk hartstikke goed carnaval vieren. Dus ik zou het heel leuk vinden als ik die Polonaise van de straks nog een keer kan zien. Want ik zat gevangen. Dus ik stel voor, zet de Polonaise maar in. Hemmers, kan losbarsten!